rustige tred. Relaxed aan de wandel. Dit is Emma Oosterwegel uit Diepenveen. De 20-jarige die gisteren in Apeldoorn nationaal kampioen op de vijfkamp werd. Ja, lekker en zo! Deze jeugdige Emma zal wel helemaal tevreden zijn met haar prestaties. Toch wel een beetje matig. Want wel bij de titel natuurlijk. Maar de prestaties waren wel onder mijn kunnen. Grab hem! Een Nederlands kampioen die eigenlijk alleen maar praat over dat de prestaties niet zo goed waren. Hoe kan dat nou? Ja, nou, het voelde gewoon van tevoren heel goed. En dan wil je gewoon laten zien wat je waard bent. Maar ja, dat viel gewoon tegen. Ik bedoel, ik heb wel 100 punten meer gescoord dan vorig jaar. Of bijna 100 punten meer. Dus dat is wel heel goed. En ik presteer dan niet geweldig, maar ja, win dan wel. Dus dat is wel een goed teken natuurlijk. Maar ik wil gewoon altijd het beste presteren. Dat was niet zo. Natuurlijk, de meerkamp is zwaar. Prestaties vielen tegen en dan ook nog zo'n interview bij RTV Oost. Ja, klopt. Ja, meerkamp is sowieso heel zwaar. Gewoon met je vijf onderdelen op een dag. Tijd voor wat topsportbeelden van Emma Oosterwegel uit Diepenveen. Nationaal kampioen op de vijfkamp. Het is vandaag de day after. Hoe voel je je? Pijntjes? Ja, ik voel me niet heel goed, nee. Ja, gewoon fysiek wat minder. En, okay, ik was gisteren ook wel mentaal gewoon op. Het was gewoon een lange dag. En ik was gewoon moe. Ja. Leeg. Leeg, inderdaad. Weet je wat dan heel goed helpt? Gebak, alcohol, feestvieren. Nou, ik wil alleen maar slapen. Dus dat heb ik gedaan. Vroeg naar bed. En gewoon doorgaan met lachen. Want dat blijft deze bijzondere kampioen ook gewoon doen. Ondanks hele tegenvallende prestaties.